Maar grosso modo, reden om tevreden te zijn hoe de trends zijn, maar wel een flink aantal aandachtspunten. Het toonde ook wel aan dat je er echt wel bovenop moet zitten. In die politiestatistieken voor het afgelopen jaar zijn wel een aantal negatieve uitschieters te zien. Zo nam bijvoorbeeld het wapenbezit fors toe, maar dat is niet het enige cijfer dat groeide. Helaas ook de auto-inbraken, die zien we toenemen. Dat is wel een zorg. Verder waren er meer straatroven en overvallen ten opzichte van 2017. 60 in totaal. Het zijn er altijd 60 te veel, omdat ik weet wat het betekent voor slachtoffers. Wat voor effect het heeft op hun leven, waar ze vaak nog tot vele jaren of zelfs hun hele leven last van hebben. Maar over het geheel is dus een dalende lijn waar te nemen. Een goed voorbeeld van zo'n al jaren dalende trend is huiselijk geweld. Dat komt vooral door de aandacht die ervoor is en de samenwerking tussen politie en hulpverlening. Voor degenen die denken, nou ja, komt dat zoveel voor? Ja, we weten uit onderzoek dat wat we aan politiecijfers hebben slechts het topje van de ijsberg is. Misschien zo'n 10-15% van het totaal. En dat is waarschijnlijk het meest voorkomende geweldsmisdrijf wat we kennen. Dus huiselijk geweld wat mensen naar elkaar plegen. En als die cijfers dalen al jarenlang, ja, dan ben ik daar als burgemeester wel heel erg trots op. Want u kunt niet beseffen hoe huiselijk geweld, wat dat doet in een samenleving, wat dat doet met mensen, met hun vertrouwen in de samenleving, met hun vertrouwen in hun eigen leven. Dus het is heel erg verheugend als dat de goede kant op gaat.